Tess Veegaten, we zijn hier vandaag in Moldavo. Jullie kwamen op bezoek. Jullie hadden vorige week al voor een stunt gezorgd door te winnen tegen de Belofte van Gent. En vandaag, hoe ging het hier? Ja, het was een beetje moeizaam. Het was wat zoeken in welk systeem dat we gingen spelen. We kregen dan ook die hole tegen. We zijn er weer op achtervolgen aangewezen. Dus het was een moeilijke wedstrijd sowieso. Jij scoort dan wel 2 goals op heel korte tijd. Het wordt van 1-0 1-2. Ja, dat is altijd leuk, hè. Wat ik zeg, het trainer heeft het systeem goed aangepast. We komen meer aan de bal. En zo kunnen we eigenlijk weer 3 puntjes uit de brand slepen. Dus dat is leuk. Jullie zijn goed op weg. Jullie hadden ook al in Mechelen 2-2 gespeeld, denk ik. Ook een gelijkspel. Dus jullie zijn heel goed bezig, hè, na nieuwjaar. Ja, we hebben een goede start gemaakt. Het is leuk om tegen de toppers puntjes te sprokkelen. Dus ik zou zeggen, zo verder doen. Ja. En dan, er was ook een minder moment in deze match, een blessure voor speelster van Moldavo. Ook daar, u was onmiddellijk erbij om hulp te geven. Ja, ik ben kinesist, dus ik word daar rap een keer aangesproken om kleine blessures te helpen. Ofzo. Maar ja, dat meisje valt slecht en ik denk dat elleboog dat er niet zo goed uitziet. Dus hopelijk niet te erg. Ja, op dat moment is de strijd te vergeten en dan helpen jullie, hè? Ja, we zijn een sympathieke ploeg, dus dat moet, hè. Dat moet. Oké, en nu het vervolg. Hoe zie je dat met Zwevenzele? Ja, goede vraag. Ik denk, we zijn goed gestart. Dus zoveel mogelijk puntjes nog behalen en kijken waar dat we op het einde van de rit eindigen. Ik denk toch dat we blij mogen zijn met een top 4. Ja. Dat is de ambitie. En nog een paar goals maken ook? Dat is altijd welkom, maar dat is niet de hoofdzaak. Oké, een dikke proficiat en succes voor het vervolg. Dankjewel, merci.